Ik ben Daan, ik ben 12 jaar. Ik zit op het Noordhoek College. En ik vind dat Myron presentator moet worden, omdat hij blond is. Nou, ik ben Myron, ik zit op het Noordhoek College. Ik ben 12 jaar oud en ik zit in de eerste. En ik vind dat Naomi de presentator moet worden, omdat ik het wel een beetje leuk vind om er een beetje te pesten. Mijn naam is Evriem, ik ben 13 jaar. Ik doe media en design. En ik kies Myron, omdat hij het best wel goed kan. Ik ben Senna, ik ben 12 jaar, ik doe media en design. Ik zit in de eerste en ik kies Myron als presentator, omdat ik denk dat hij heel goed kan presteren. Ik ben Floris, ik zit in 1E, ik ben 13 jaar oud. En ik vind dat Myron presentator moet worden, omdat hij kan het vast heel goed en ik gun het hem. Ik ben Jolien, ik ben 12 jaar, ik zit in klas HV1E en ik doe media en design en ik kies Myron, omdat ik denk dat hij het misschien nog best wel goed doet. En dan komt hij ook eens in beeld. Ik ben Kiki, ik ben 12 jaar. Ik zit in HV1E en ik doe media design. Ik kies als presentator Myron, omdat ik denk dat hij goed kan presenteren. Ik ben Naomi, ik ben 12 jaar en ik doe media en design. En ik kies Myron als presentator omdat hij steeds zegt dat hij het niet kan. Maar ik vind eigenlijk wel dat hij het een keer kan proberen omdat ik denk dat hij het wel kan. Ik ben Kimberly, ik ben 13 jaar oud. Ik zit in MAVO-HAVO-1C. En ik kies als reporter Kiki omdat ik vind dat zij een hele goede stem heeft. Die heel erg duidelijk is. En dat vind ik gewoon heel erg fijn om dan naar te luisteren. Het is duidelijk dat de leerlingen van Noordgroot TV mij als presentator willen. Daarom sta ik hier. Vandaag in Noordgroot TV. Een rondleiding door de school. De vlog van Senna. En 5 tips voor bruggers. We beginnen deze uitzending met Jolien en Kimberly die live zijn op de culturele avond. Deze avond kunnen de ouders kijken wat hun kinderen op het Noordgroot College hebben gemaakt. Jolien, wat gaat daar gebeuren? Nou, we zijn vanavond op het open podium. Hier laten kinderen zien wat ze de afgelopen tijd tijdens expressie hebben geleerd. Er zijn onder andere live bandoptredens, modeshows, dansacts en er worden filmpjes laten zien. Wij gaan eens even kijken wat er hier allemaal te zien valt. Was het lastig om dit alles te organiseren? Nou, valt wel mee, omdat alle expressieklassen natuurlijk iets doen. Dus dan is het dat allemaal bij elkaar stoppen, plus de open podium acts. Nou, daar een beetje in roeren en een mooie show maken. Dus het valt wel mee, omdat iedereen heel hard werkt. Ik vond het leuk om te doen. Eerst was ik wel zenuwachtig, maar het is wel. Wat voor act heb je gedaan? Eerst deden we Rapunzel en natuurlijk de modeshow en ook nog een dans waar we heel veel voor geoefend hebben en zo. Ja, heel leuk. Nou, ik heb de meiden van de dansklas les gegeven. Ze hebben 2 dansmodules gedaan. Dus het eerste thema was dance, dance, dance. En dat is dus net als het tv-programma dat ze dus een videoclip nadansen. En het tweede thema was modern sprookje. En volgens mij was het wel goed uit de verf gekomen, dus het was een hele leuke geslaagde avond. We hebben gedanst. Met welke dans hebben jullie meegedaan? Het sprookje is Sneeuwwitje en Children. Ik was Sneeuwwitje. Ik was de prins. Waren jullie erg zenuwachtig van tevoren? Ja, ja. Wij stonden allemaal achter schermen, stonden we zo te doen. Tegen de zenuwen. Ja. Wat vond je van de open avond? Ja, leuk! Heb je al die jonge mensen gezien op het podium? Ja. Ik vond het superleuk. En die mooie werkstukken hier, hè, dan kijk ik even. Allemaal examenwerk. Ja, ik ben heel tevreden. Ik denk dat we een hele mooie afwisseling hebben gehad tussen dans en zang. En de modeshow vind ik altijd een hoogtepunt. En hele goede bandjes dit jaar. Dit was ons verslag van het Open Podium. Terug naar jou, Myron. We gaan nu verder met het kruisvoor door Daan en Kiki met aardrijkskundedocent meneer Mulder. Hij is al jaren werkzaam op het Noordhoek College en heeft er nog steeds lol in. Ja.
Waarom bent u aardrijkskundedocent geworden? Dat is een hele moeilijke vraag is dat. Toen ik klaar was met mijn opleiding, toen heb ik een opvang gedaan bij een oude docent van mij. En die vroeg, zijn vrouw ging met zwangerschapsverlof en die zei van Harry Mulder, zou jij misschien mijn vrouw willen vervangen? En dat heb ik gedaan voor 8 weken, 10 weken. En toen dacht ik van, hey, dat is wel leuk, daar kan ik wel mee doorgaan. Als u geen aardrijkskunde zou geven, welk vak zou u dan willen geven? Ik mag ook biologie geven. Wat vindt u daar zo leuk aan? Ik vind biologie wel leuk van het menselijk lichaam, hoe het allemaal in elkaar zit. Dat vind ik leuk om aan leerlingen te vertellen. De plantjes vind ik allemaal wel wat minder. Maar ik heb eigenlijk alle vogeltjes, alle vogelgeluiden heb ik gekend die in Nederland voorkomen. Dat is onvoorstelbaar. Met een cassettebandje nog vroeger. Bij ons in de les gaat het nu over aardbevingen. Praat u daar thuis ook over? Of ik het daar thuis ook over heb? Nee, heb ik het thuis niet over. Nee, ik had het wel graag een keer mee willen maken. Ik ben net 2 weken op vakantie geweest naar Costa Rica. En in Costa Rica komen elke week aardbevingen voor. Dus ik dacht, tjaka, want dat wordt leuk. Ik krijg nu een keer een aardbeving. Maar nee, helaas, ik heb hem niet gevoeld. Ik had het wel leuk gevonden als ik een lichte trilling, hoe alles een beetje om mij heen zou trillen. Had ik best wel leuk gevonden om dat een keer mee te maken, dat te voelen. Voor mijn gevoel bent u al 100 jaar docent van deze school. Wat vindt u zo leuk aan het Noordgouw College? Ik ben in 1990 begonnen op deze school. Dat is echt een hele poos geleden. En het is elke keer weer verschillend. Elke keer is er weer een andere rector. Elke keer is de richting weer anders. En doe je eigenlijk weer allerlei andere dingen. Dus het blijft gewoon verschillend. En dat maakt het eigenlijk leuk. En jullie zijn verschillend. Dat maakt het ook leuk. De zomervakantie. En waarom vind je die vakantie het leukst? Omdat die lekker lang duurt. De zomervakantie. En waarom vind je die vakantie het leukst? Nou, omdat het dan lekker warm is en dan kan je een heleboel dingen gaan doen. De meivakantie. En waarom? Omdat dan gaan we altijd zelf op vakantie. Zomervakantie. En waarom? Lange vakantie en je hebt meer tijd om leukere dingen te doen. De zomervakantie. En waarom? Nou, het is lekker lang en ja, dat is gewoon leuk. De zomervakantie. En waarom? Het is lekker lang, dus ik kan veel meer lekker doen en zo. De zomervakantie. En waarom? Ja, het is gewoon lekker lang. Dus. De meivakantie. En waarom vind je deze het leukst? Omdat ik dan bijna jarig ben en gewoon, het is niet te lang, zeg maar. In de vorige aflevering van Noordgouw TV zagen jullie de vlog van Ruben en zijn vogel. Dit keer is de beurt aan Senna, die een vlog doet over stuntsteppen. Ik ben Senna, ik zit in de eerste en ik ga zo meteen naar het skatepleintje. Ik ga naar huis en ik ga me omkleden. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal doe op de skatebaan en ik hoop dat jullie het wel genieten. Ik ga hier in de halfpipe even wat tricks doen. Ik laat het wel zien. Naar Limburg. En waarom ga je daar naartoe? Omdat we het heel leuk vinden daar. Ik ga niet op vakantie. En waarom? Nou, omdat ik in de vorige vakantie al ergens naartoe was en deze vakantie blijf ik gewoon hier. Naar Zuid-Limburg. Vind je het leuk om naar Zuid-Limburg op vakantie te gaan? Ja, het is daar heel erg warm. Naar Italië. En waarom? Warm weer, leuke dingen doen met de familie. En we zijn vorig jaar naar Frankrijk geweest. Waarschijnlijk naar Creta. En ja, ik vind het gewoon een heel leuk land ook. Dus ja, daarom gaan we daarheen. Naar Duitsland. Waarom? Omdat ik het best wel een leuk land vind en heel veel historie erin zit.
naar Italië, net als vorig jaar. Ik ga naar Zuid-België. Waarom gaan jullie daarheen? Weet ik niet, omdat mijn moeder dat leuk vindt. En mijn broertje wel ook gewoon dicht bij Frankrijk, zeg maar. Maar mijn ouders vonden Frankrijk nog iets te ver, zeg maar, om te rijden. Het Noordro College is een mooie school met veel gave lokalen. Speciaal voor Noordro TV geven Naomi en Danny een rondleiding door de school. Hoi, ik ben Naomi. Ik ben Danny. En wij gaan nu de 5 leukste plekken in de school laten zien. We zijn nu bij de kantine en hier kun je in de pauze bijvoorbeeld broodjes halen of iets te drinken. En dan kun je hier gaan zitten in de pauze en het opeten en zo. We zijn hier nu bij het brugglaslokaal. Hier kan je chillen als je brugger bent, dan hoef je niet met de ouderen te zitten. En je kan er ook huiswerk maken. We zijn nu in de Lichtstraat en hier hebben heel veel mensen hun lockers en kun je zitten als je bijvoorbeeld moet leren voor een toets. We zijn nu bij het ONO-lokaal. Hier kun je leuke activiteiten doen en het is sowieso mijn favoriete lokaal, omdat het er heel leuk uitziet en je kan er veel doen. Achter me is de aula, die is nu dicht, maar in de pauze kun je hier gaan zitten en pauze houden. Dit was de rondleiding. Op de basisschool liggen al je boeken natuurlijk al klaar, maar op de middelbare school moet je zelf meenemen. Mijn tip is dat je je boeken altijd in je locker stopt. Iedereen krijgt zijn eigen locker, met een eigen lockersleutel. En daarin stop je ook je jas en je andere spullen. Dit zorgt allemaal ervoor dat je minder zware tas hebt en minder hoeft mee te nemen. Mijn tip is dus dat je alle te veel boeken in je locker stopt, zodat je tas niet te zwaar is en dan natuurlijk je lockersleutel niet kwijtraakt. Op de basisschool moest je altijd eten van thuis meenemen, maar hier hoeft dat niet per se. Je zou ook iets van geld mee kunnen nemen. Dan kan je bijvoorbeeld hier bij de automaat iets van snoep halen of bij deze automaat iets te drinken als je dat bijvoorbeeld bent vergeten. Je zou ook iets in de kantine kunnen halen, want daar heb je ook warm eten, zoals een tosti of een worstbroodje. Mijn tip is dus, neem geld mee, want dan kan je altijd iets lekkers gaan kopen. Op de basisschool zeg je juf en meester en dan de voornaam. Maar op de middelbare school dan zeg je ja, meneer en mevrouw en dan de achternaam erbij. Dus hou er rekening mee dat je, ja, dat, dus, dat je dat doet en niet de voornaam gaat noemen. Ik kijk iedere ochtend even op mijn rooster voor ik naar school ga. Daar is een speciale app voor, Zermelo. Daarop kan je zien of er een les uitvalt en of er een lokaal of docent gewijzigd is. Als er een eerste uur uitvalt, dan kan je bijvoorbeeld nog lekker thuis blijven en hoef je niet naar school. Daar is Zermelo heel handig voor. Op de basisschool zit je de hele dag in één lokaal, op de middelbare school niet. Daarom is het handig om de school uit je hoofd te leren, zodat je weet waar je lokalen zijn. Bedankt voor het kijken naar de 5e aflevering van Noordro TV. We sluiten af met de making-of van onze uitzending. Namens de hele crew nogmaals bedankt voor het kijken.